Hallo, mijn naam is Khalid en ik wil jullie van harte welkom heten bij deze video waarin ik jullie Wonder zal uitleggen. Wonder is een platform die je kunt inzetten om studenten digitaal samen te laten werken. Om hier gebruik van te kunnen maken dien je als eerst de website te bezoeken. Dat is wonder.me en op de hoofdpagina kun je een ruimte of een space creëren voor studenten waarin zij kunnen samenwerken door te klikken op Create Space. Deze space dien je vervolgens ook een naam te geven. Ik geef hem de naam Burgerschap. En vervolgens klik je op Continue. En voordat hij de space voor je aanmaakt, dien je een aantal vragen te beantwoorden, zodat zij goed inzicht hebben voor welke doeleinden het wordt gebruikt. Goed, ik werk in het onderwijs. En het wordt een discussion group. Hoe vaak gebruik ik dit? 3 à 6 keer. En ik verwacht 15 tot 29 studenten gemiddeld. Vervolgens die je naam in te voeren. En een tip om een AVG proef te houden. Voer je alleen je voornaam in zonder je achternaam. En dat moet je ook met de studenten delen. Dat ze alleen hun voornaam dienen te gebruiken, zodat die AVG-proef blijft. En als docent voer je ook je e-mailadres in. Want op de e-mailadres krijg je de uitnodigingslink die je met de studenten kunt delen. En met die link kunnen studenten deelnemen aan de space die jij maakt. Je gaat akkoord met de voorwaarden. Enter your space. En de space is loading. Oftewel, het wordt aangemaakt. En ik hoor de mail al binnenkomen, dus ik heb de link al binnengekregen. Maar allereerst dienen we een template uit te kiezen, oftewel een achtergrond die je wil gebruiken. En wij gaan voor workshop. Voor deze template. En ik klik vervolgens op use this template. Are you sure? Ja, ik ben er zeker van. Apply. En je ziet. De template is aangemaakt en de website heeft automatisch voor mij groepen aangemaakt. De link heb ik op mijn mail ontvangen. Als ik naar mijn e-mailadres toe ga, zie ik dat ik van Wonder een mail binnen heb gekregen met daar ook de link die je dus met studenten kunt delen, zodat zij toegang krijgen tot jouw aangemaakte space. Hoe werkt nou Space? De Space die aangemaakt is, heeft een aantal functies. Ik zal de belangrijkste langs gaan. Allereerst heeft iedereen zijn eigen bolletje. Als je je bolletje vastpakt, dan kun je heen en weer bewegen. Naar links, naar rechts, naar boven, naar beneden. En je kunt zo'n groep binnentreden. En als daar ook mensen binnen zitten, dan kun je met elkaar communiceren. Maar binnen Wonder of binnen deze Space kun je ook elkaar zonder deze groepen opzoeken. Als je namelijk naar elkaar toe gaat of naar elkaar toe beweegt en de twee bolletjes of drie of vier bolletjes ontmoeten elkaar, dan raak je met elkaar in verbinding en dan kun je ook met elkaar communiceren. Een voorbeeld, ik heb hier een bolletje van Wonder zelf. Als ik hem ontmoet, dan raken we met elkaar in verbinding en dat ziet er dan als volgt uit. Goed. Zoals jullie konden zien, was ik in contact met een opgenomen video in dit geval. Maar mij konden jullie niet zien omdat mijn audio en mijn videocamera uitgeschakeld is binnen Wonder. En ik gebruik mijn audiosysteem voor Camtasia om deze video op te nemen. En jouw camera en audio kun je inschakelen of uitschakelen door midden op het scherm hier de audio aan of uit te zetten door op te klikken. Naast jouw audio en video zie je een broadcast functie. Als je daarop klikt, krijg je de volgende melding te zien. Talk to everyone with broadcast. Als je de broadcast start, dan zullen alle deelnemers die aanwezig zijn binnen de space in één ruimte verzameld worden. Dan kun je ze als docent allemaal tegelijk aanspreken. Dus wanneer de studenten in groepjes aan het werk zijn en jij wil ze weer terug bij elkaar halen,
Dan kun je de broadcast functie gebruiken. Verder heb je aan de rechterkant een aantal andere functies. Rechtsbovenaan zie je jouw profiel. Als je daarop klikt, kun je de space naam veranderen. Je hebt hem daarna een burgerschap geven. Maar je kunt ook via je profiel je camera en audio aan of uitzetten. Onder jouw profiel zie je de functie participatielijst. En met deze functie kun je zien wie allemaal deelneemt aan jouw space. Daaronder heb je de functie chat. Met de chatfunctie kun je studenten een algemene bericht opsturen wanneer zij aan het werk zijn. En als voorbeeld, dag studenten, jullie hebben nog 10 minuten. En hij staat geselecteerd op everyone. En als ik hem verstuur, krijgen alle deelnemers die deelnemen aan deze space de melding binnen van mijn bericht. Namelijk, dag studenten, jullie hebben nog 10 minuten. Daaronder heb je de functie space editor. Dan kun je de space verder editen. Als je daarop klikt, krijg je een aantal functies te zien. Space info, je kunt de background, oftewel de achtergrond van jouw ruimte aanpassen. Je kunt jouw ruimte, je kunt een wachtwoord toepassen. Je kunt een link delen met co-host access met iemand, zodat die samen met jouw co-host wordt. Je kunt groepjes toevoegen of juist groepjes verwijderen door te klikken op areas. En met de functie add new area, dan kun je een groep toevoegen, maar je kunt ook dus groepen verwijderen. Maar dat kan alleen als de sessies gestopt zijn. Omdat nu alle groepen actief zijn, je ziet ook een groene bolletje, kan ik nog geen groepen toevoegen of groepen verwijderen. Daarvoor moet je wel de sessies stoppen. Zodra je dat gedaan hebt, kun je dan vervolgens een groep verwijderen door kruisje te klikken of een groep toevoegen door te klikken op Add New Area. Je kunt ook een icebreaker toevoegen aan jouw les, waarbij studenten allereerst een vraag moeten beantwoorden. Je kunt ook de cirkels, dus de groepen die gemaakt kunnen worden, kun je beperken. Of tenminste, je kunt zelf instellen hoe groot die mogen zijn door te klikken op circle size. En in dit geval staat die op max 4, maar je kunt er ook voor kiezen voor 6 of juist minder. En dan klik je op save. Save naar 3. Ja. Dan kunnen de cirkels uit maximaal 3 studenten bestaan. Dus 3 studenten kunnen elkaar maximaal opzoeken. En aan de rechterkant heb je ook nogmaals de functie broadcast, die je hier ook midden op het scherm hebt, waarmee je dus studenten kunt verzamelen wanneer zij in groepsverband aan het werk zijn en iedereen zit in zijn eigen groepje. Kun jij iedereen terughalen en met iedereen communiceren door broadcast. Ik hoop dat het in grote lijnen duidelijk is hoe Wonder werkt en dat het een meerwaarde is voor de online lessen om studenten online samen te laten werken.